Goeiemiddag, ek is Oswald du Plessis. Ek is gebore op die Saterdag, op 'n Paasaandag oggend, die 21ste April 1946. Dit was nogal 'n besondere dag gewees, want my pa was baie belese en hy wil nie 'n goeie onderwijskwalifikasie hadde die, het hy toe 'n brief geskrywe na die huidige koningin Elizabeth, sy was nog 'n jong dame, want sy die beslede dag het sy ook verjaar en nogal snaaks genoeg, hulle het nogal 'n brief teruggeskrywe om my geluk te Vallig geluk te wees op my geboorte. My broers, ja, wat Jack du Plessis, wat een baie beroemde rugby speler was, hy was die dag gegaan om daar te speel daar op Rubbersdal. Toe had hy ook nogal, hy zware rugby bal. Hy was so blij om my broerkie te gaan op my geplaas. Nou weet ek hier, daar die bal miskien my bors geaffecteer het. In elk geval, ek was gebore, my ouers was die bekende om Boeta du Plessis. Vandag nog, as ek mense teekom, en vraag van my, altyd van my pa, want die pa het die gewoonte gehad, elke jaar het hy ook rolprente gemaakt, dan het hy deur die prente wat hy op by 8 mm rolprentjies het dan gewys, daar in ons huise muur. En dit was soos sê die hoogtepunt van daardie trek as mense, allemaal uitgesing om daar te kom kyk. En die rop het in missel gaan het maar oor jong dametjies. Dan het ook, my ma was nog meer aan die Mac du Plessis, ook baie omgegeef vir die gemeenskap. Sy het baie gefokus op ons moet godsdienste, een goeie geestelike lewe hê. En omdat my pa nou baie baie, hy was baie, dat doen met nieuws, elke nieuwsberig op die radio, het hy opgehou, en het nie opgehou nie, dit is dit maar nooit TV nie, en dan het hy dat geluister, en ons moet allemaal stilgeblei het, en dan was hy al, vooral, hy is gebore ook in 46, een jaar na die einde van die groot Tweede Wereldoorlog, en hy en my broer het altyd, wat alweer in die oorlog deelgeneem het, was daar baie beïnvloed deur die oorlog. Hulle al twee teruggekom met nuwe sienings. My broer veral het teruggekom met 'n nuwe entrepreneurskap gees. Hy wou sy eie besigheid begin. Hy was self van plan gewees om 'n plaas te gekoop het in die destydse Rhodesia. Maar gelukkig my ma het dit gestop. Dankie tog, Here. En die pa weer, hy is baie, hy was 'n vreeslike opponent gewees van die destydse nasionale party, want die staatstyd was in die wind gekom in 1948 met die nuwe die beleid van apartheid. En hy het altyd gesien, al gedink dat Rusland, destyds was Rusland was die nuwe supermoondheid wat na die oorlog, die Tweede Oorlog ontstaan het. En om het gelijk dat hy stel, Rusland is een land wat omgeef vir die mense, wat die kolonisten nie omgeef voor hy. So het hylle gedink dat die Rusland gaat ons bevry, en het elke dag amper, het hy gaan staan op die stoep, dan kyk hy daar oor die see, met die verkykers, of daar die moeilike Russische dykboot is, wat ons gaan kom verlos en so nie. Maar so het aangegaan as ons voortreik, ek was gebore ook in baie, my kinderjare was baie gelukkig gewees, want ek het groot geword tussen mense, ouer mense wie ons gerespekteer het, en vir alle jonge mense ook, wat lekker saam gespeel het. Ons het gespeel daar, ons huis was daar so, een stuk gras gewees, grasveld gewees, ons loop met die gras, en daar het al ons aktiwiteite plaasgevind. Daar was ook die kloof gewees, wat ons gekyk, wat ons het soos elke maand daar, was daar ook een bioscoop gebouw door die, het is nou die, dit was nog, dit huis was nou, die Baptiste Kerk, maar daar was een bioscoop wat gebouw was door die Bane familie, en omdat my
die een van die eienaars so baie lief my ma was, kon ons elke maandag aan vry gaan, gratis aan kyk het, aan hierdie western rolprente, en dat, of hierdie, al die rolprente van alle wat baie ook geliefd het, ook gelief was, is die prente van Tazen. Tazen was tot die gewilde manne. Nou, daarna bij ons ook was een kloof geweest, en die kloof het ook hierdie ruwe plantengroei gehad, en dan het die ons toe daar gaan, en die touwe gewin, en dan geswijs soos Tazen, geleide gemaakt, en dat lekkere gaan daaronder. Daar het op ons broers ook daar, het hulle eie vee gehad, op beste gehad, tot al het weet. En ja, in ons goed raak, ik was de jongste van de familie van 10 kinders, en ik was de baba, so ik was naarmate een beetje bederf, was een mooi beschermd gevoel ook. En baas goed raak, het was altijd, was ook omring geweest hier, wat deze daarbij schaars is, vriendschappen. Ik denk dan nog terug naar een paar wonderlijke vrienden wat ik had, daar is ook geen naam. Voor al die begassen wat achter ons gebleven het. Hulle was baie lieflijke vrienden geweest. Mijn boezemvriend Marie Marie, hij is ook van blanke afkomst. Hij is nou nog, ons nou nog vrienden. En dan die begassen achter ons en dan ook Piet James. En dan is ook daar die bodybuilder, was Josie Jennis geweest. En dan het al daar die mannen van al daar ook op van Antiena. Om Melliket, Elliket, maar ons even Melliket te zeggen in Opa Jan. Nou, wat mij daarbij daar getreft ook, is die goed respect wat kinders gehad het voor ouder mensen. Enige ouder kon je met jou gaan razen, of je mag eerst, als je gewoon klaar van de ouder, dan krijg je bereis weer een pak slaap. Zo was het opgegroeien in een baie aangename atmosfeer. Al keersweestuie was voor ons baie lekker geweest, maar dan kom die koore, al die koore van de sta, is die koorloof van die magasse, om pakkie, en sy familie om pakkie magas, en die manne, die mense in Mossel Bay, en daar het baie treffelike bijname gehad. Daar was een man in naam ook van om never die, hy was gekweest. Hij heeft ongelukkig ook dood te gaan, terwijl hij niet wat daar was. Dan is ook in de krankjes geweest, dus ben je gelacht voor. Dus een paar worry, hij is een paar worry, hij heeft ook gezegd, een mens moet die worry niet. So daar liek je van, don't worry, be happy, is al lang van het geleefd door ons beetje daar. Dat is ook die naam geweest van Willem Poete. Misschien af en toe zelf ook blij, die oom moest zeker een tamelijk paar voeten gehad het. Maar hierdie karakter is allemaal zo. Goed, dan hebben we onze eie entrepreneurs gehad. Maar dat is zoals Jaffe Hoons, en ook om Willy Boy, en bij Donner Sarah, is ons zo, als een geld krijg, je krijgt zo'n zakgeld, als een 6 pence, dat is nog 5 pennies, dat is een 5 cent, wat je elke week krijgt, dan ga je nou daar naar Willy Boy toe, en dan koop je nou voor elke penny, koop je nou een lekker, die komt er nog lekkers voor de penny gekregen. Dan koop je dat je een hele pakje lekkers, dan gooi je een Willy Boy sommer, dat je gaat aan zo'n oepeling in die toonbank, die kast gister gehad die. En dat is lekker om gaan eten. Ons gaan overkant daar, was net bij school dat is weer, was daar op die winkel onderkant die school aan Langstraat. Nou Langstraat was dat die plek geweest, wat volgens ons gemeenschap, nou die goede mensen is. Dat noemen we alle die Die stuifies, die mensen met die stijve nekken, hulle wat hulle so. Jammer, die mensen wel langstraat hoor. Maar dat is maar onze sinne van Tarka geweest. Hulle het een beetje neergekijk op Tarka. Want Tarka is eindelijk, wat ons dag noemen, was het geweest, een informele settlement, informal settlement. Want daar was dan niet die moderne gerieven geweest nie. Maar de mensen hart was weg geweest. Dan wil ik misschien van die school praten, Biggie. En ik moet dan mijn dag ook graag op mij. Ik was zelf opvoeder. Maar ik wil dan ook mijn dag op mijn erkenning geven. Vooral aan die kerstschool.
Maar ons eerste skole was kerkskole gewees, All Saints en Frederik Schaeffer in die Rooms-Katholieke Kerk. En hulle het nogal een goede rol gespeel in die vorming van onze mensen. Hulle het wel niet de laatste opleiding gegeven, maar dat het alles daarom was, dat daarom opleiding was zeker genoeg geweest om jou daarom in die wereld in te steen. In de oorzins verhaal, dat is eigenlijk ook sterk competitie geweest tussen die skole. En allemaal het debat deelgeneem aan sportsoorte om die beste school te wees. Vandaar die onderwijzers verhaal ook, moet hulle daarmee ook dag lof toeswaai. Baie onderwijzers het later was vir alle in die mate baie gemeenskap mense gewees. Hulle het nie die skole gee nie, hulle het na skool het hulle nog aangegaan vir al sonde, moet hulle kerkdienste hou. Al sade het hulle rabbi, een beetje spanne afgerig, maar rabbi deelname, en baie van hulle het bestuursposte bekleem. So hulle was helemaal trokke in die gemeenskap gewees. Tijd sê ook in die politiek belangstel. In die politiek gepraat, aanvankelijk toe ek nog goed raak, het die mens mense maar gewoond was nou in apartheid, en baie, in apartheid moet ek sê, het nog wel veel deel het gebring, vooral ons eie mense ook. Want die ouwe mense het nou my gevoel, dit is nou maar so, en om ons met daarmee saamlewe, so dat die kompromis aan die gaan, en met apartheid, en baie van hulle deel geneem, aan die partiestelsel. Die van hulle het wat, die het op die bestuurskomitees gedien, hulle het gekom met die idee, ons dien nou op, want is om die beste van ons mens te kry. Maar die opponent het nie gesê, want hulle is net opportuniste, want hoekom julle wil net geld verdien, en geld maak uit, maar mense sal nie sê nie, maar ek dink al die kante het simrite gehad. As mense kom nou by ons skoolopleiding, ons het dit by. Ons het, ons kinders het nogal op neem gehad voor die, want daar was nie verdere opleiding gewees na standaard 6 heen. En baie kinders die het standaard 6 school verlaat, dan gaan hulle weggeese in die dorpen. En dan moest ons maar klaarkom met miskien werk wat nie baie betaal heen. Die ouders wat dan een bykie meer visie gehad het, het gevoel dat hulle kinders moet verder opleid, en dan moest hulle kinders stuur na skole soos Oudtshoorn op Rustdaal, of self in die Kaap. Ek was nog voor gewees om die Kaap school te gaan. Ek wil nie spokkie, maar dit was destijds een beroemde school, vooral voor politieke bevrijding. En dit was Trafalgar Hoërskool daar in die Kaap. Daar was baie van die erkende politieke leiders, het daar geskool gehou ook. En baie van die tot daarna so mans by die kies. En daarna die hem was op een lamke, procureer wat een kaart geword. En daar had ek in moet kom van nieuwe denkers, nieuwe paradigmas, waar al onder die rol van SASA, want het is die Unie wat die kinders georganiseer het, bewust gemaakt het van die nadele van apartheid. En ek het teruggekom van die Kaap af, met die helemaal een ander siening. En ek het self ook apartheid begint, of al die gevolgen daarvan, begint te haat en so. En ek het probleme betel met my ouders ook, want hulle het gevoel om ons meneer rustig wees en ons moet nie ontsteer aan wat die aangaan nie, maar ons te voel is onreg. En daarom wat het die mens maar uitgesien die dag van die demokrasie sal sê vier. En daarom baie het ons so'n samenwerking gegee as ek kom by die regering se beleid nie. Toe ek nou my hoërskool te gaan, toe ek nou klaar is, ek het eers by die laerskoolskool gehou by Oosens, baie aangename jare gewees daaronder, meneer Mitchell, saam met bekende opvoeders soos meneer Leeuwendaal, meneer Jeffrey, en meneer Leesing, en meneer Williams, Mackie Williams. Het was baie aangename jare gewees, van Mackie gepraat. Ek kan nou nog lach as ek aan hom dink, want hy het blijkbaar een keer, het hy vertel, dat is ek een snaks nog vertel. Hy sê, hy en een meisie het so onder een boom gestaan, en hy was bezig om die meisie te soen. En toe kom daar een slang, nie wat een slang dit te sê, maar die slang kom nou, so langs die meisie se kop.
En hy kon toe nie by hande waar ski van die slang nie, en hy gaan die slang haar byt. Al wat hy kon maak is, toe byt die slang sy kop af. Ek moet nie sy waarheid sê, maar dit is sy story. Hy het ook een keer vertel daar ook van, hy bly in Kruimstaan, denk ek, op Peerston, daar bly, het so, het gauw van motors, het so mini gehad, een klein mini, en die mini het die een keer, hy moest een keer van Naweek huis toe gaan, en toe hy nou hier by Brak kom, toe raak die mini onklaar, en daar toe gaat die, op Easterat die, hy doen die gaan nie terug, hy gaan nie terug, maar as my toe kom, hy gaan maar ander moet sê, moet hy dat kryk, hy sê toe reverse is hom, van Brak weer, tot in Kingsstaan. Ek weet nie sy man so lang, ek weet nie hoe sy nek ook so kon gehou het, so lang heen. Maar ek was dus deel van die pret gewees, ons toe maar so aanvaar. By die hoorschool kom, toe ek die hoorschool, toe ek nou ook my grade behal het, by die laarschool, toe die hoof van die hoorschool, meneer Knoald, my gevra, om nou daar, toe kom uit die help, en die help is die sindigraad by die laarschool heen. Ek het met 10 my sin gegaan, maar daar had ek self ook baie aangeneem jare beleef, want ek het gehou van om met die jong mense te werk, al die jong kinders, en hulle was ook in die oorgangsjare van die politieke stelsel. Ons het baie keer het hulle optocht gehou, protestakties gehad, en ek kan met haar begaan, moest ek hulle moest beheer het, want hulle, ek wil nie naam aan noem nie, maar op die van hulle wil graag ook, wil een keer die skoolse saal afgebrand het ook, as ek ook maar soos hulle beantwoord was. En toe ons die school nou wat, ek laat ook hoog voort, het ek ook maar moeilik gegaan om die school door die omgangsfase te gevat het. Wijsers begin te staak en die kinders het begin probleme. Het was moeilik om een normale onwijs te gee in abnormale omstandighede. Maar daardoor het ons ook gekom. Een persoon wat my nogal baie ook al beindruk het daar in Tarka al, Ek het denk ek een sterke rolmodelle gehad en ek my spraat eerst oor die leiers daar self. Daar was nogal, wel die mense nie daar in Tarka nie so goed opgeleid was. Ek dat toch het een groot rol in die gemeenskap gespeeld. Dat is al dit om, ek hondig bo daar bo in Tarka, was de Mr. Johnson gewees. Hy was een man wat in die politiek veral ook het die baie keer sy stem met de hoor. En was ter vrede gewees en baie keer moet besluit gewees van die plaaslike regering ook heen. Dan daar in Tarka ook was die Domingos, of Adam Charlie Domingo, hy was die voorster gewees van Spring Roses. Nou, ek noem my Spring Roses, en die sêre aase moet ek nou noem ook, daarom so met die ander spanne ook. Want die Spring Roses was nou die spelers van Tarka, het daardoor deelgeneem. Dan die ander span was bekend as Athletics. Nou dit was nou meer die onderwijsers gewees. Nou ek jy myself uitvind, dat ek waar nou een klasse verskil ook kan wees in die spanne ook. En die spreeksmanne was maar die keer, dat was sterk weet eenwording gewees, waar hulle mekaar net wel bijgekom het. En baie keer moest die manne maar hardloop, wat my broer was nou uitstaande, hy deel in die oorlog, hy was in die oorlog gewees, hy is ook een sokkerspeler gewees, hy het daar deel geneem daar in die oorlog, aan een Suid-Afrikaanse span, wat gespeel het tegen een Engelse span, daar in Egypte. So hy kan dan maar sê, aanspraak maak, hy was een internationale speler gewees. Hy was ook, dat is sy naamste, so dit sê, spelskepper, want hy kon met albei been op voete kon hy geskipskop het. Hy vertel een keer toe hy daar, hy het self vertel, op een stadium, dat hy was nou, omdat hy een goeie speler was, het al die spelers gelukkig vir hom, had hom vastgeleid, al het vir hom, probeer keer, een keer toe leid, en ook nog, met hom, met sy een, met sy rechterbeen, hou hy ou vast, met wie nog hom vasthou, toe skipskop hy moest heel linker been, en skipskop uit die hoek uit, oor die pale, so hy is baie vernuftig gewees. Hy het ook al
snaakse breë ankerteken. Hy is baie gelukkig geweest want hy het hom gekies, hy was gereeld SPD gespeel, en die kies hom ook vir die Saurus-span. Nou daai, destijds was die Saurus-span nie speel drie blankes nie, die speel hulle maar teen die swart mense in die ooste, daar die ooskaap. En daar is hy toen nog gelukkig afgekom nie, maar later het dan met die erkenning kreeg dan van die huidige Saru. So, in ander gebiede was hy ook een goeie rolmodel. Hy het vir alle hoogstand, hy het nooit sy vriende vergeet nie. Sy vriende, soos wat een bykie, as hulle daar wees om te drink, hy kon, as hulle drink daar, op dobbel, dan kan hy sy instap daar by hulle, dan neem hulle drank af, wat daar gevaarlijk sal wees. En dan gooi het uit, en hulle het niks gedoen nie, net tevrede gewees. En hy het daar die spek gehad, hy het ook een reel kerk gehou ook, vir die Oosiese kerk, dan, hy het nie een moeder gehad nie, dan rij van Mossel Bay tot amper heen, afpad naar Bettina toe, om te gaan kerk hou, om met de fiets rij. So dit was eigenlijk ook een pijpoffering geweest. Hy was hoop geweest van die brigade, Oosiese het die brigade uitgebouw. Die brigade sê, was in my ook baie aangenaam met die tijd mee aan my leven, want die kon trots deelneem aan die tamba, en was ons nou George toe gaan met die brigade, en reoos met 6 vrachtmotors, reoos George, allemaal soos een army, reoos en dier. En was mooi om allemaal te sien, maar soos dier. Van die spoor, ek sien, ek gaan iets praat oor die spoorweer. Spoor was een van onze geliefkoosde maniere van vervoer geweest. Dit is nog die tijdperk voor hier motors en busse. As ons kaap toe moes gaan het, dan moes die trein geneem het, dan trein betek aan die 4 uur, saterdagmiddag, dan kom hy nou die ochend 9 uur in die kaap. En het was altijd baie aanhang op die komman, want alle jongens, die studenten, was op die trein. En betek was maar een beetje stout geweest, al met die vochies, en dan het tyk van die beetje, ek gaan nou ingeval van die oukie wat, hy het opgeklim daarbij, en Robertson, ook bekend van medische sien, maar toe hy begint, hy opklim, dus hy het klaargetrek al, en so ver hy ons gereed kaap toe, gooi hy die trein sy kussings uit, hy groen kussings, gooi hy uit, en die oom, hy gooi dit so, hy het so uit te gooi, dat oom te gooi is die brille ook uit, en toe moet hy die trein stop, en hy was die blankes baie kwaad gewees, en ook die trein stop die oose brille, hy soek waar die brille is, nou kon nie die brille vind nie, maar in elk geval, hy het een skandarie geestel gewees, om die trein te gestop het. Hoe jy van snaaks moet ek wel kom met my kinders, studenten, ek hou in elk geval ook daar, in my laatste jare ook, om graad, staan het 5, het een oudje so afgekyk, wat nie, aan oudje laas noem, toe nou is er die skrifte uitgeer, toe sy skrifte moet, hy stel een naam op, so die oudje het soms ook sê, die oud sy naam ook afgekop, dis nog een beetje nogal, bykie baie lachwek, ek denk afkyk moet dan met jou perke ken, ek denk het is, laat jy nou, wat, is mens nou met, ja, as jy met nou die Mossel Bay geskiet is, ja, ook in aanskou neem, en dan sê die mens nogal sê, dat ons nogal gemeenskap is, met besondere talente, want baie van die mense van Mossel Bay het uitgestuig in hulle beroepe. Ek weet, deze dag is daar een ding van waar die mense betek keer, as betek jy maar een beetje competitie tussen families, en sê mense, die familie is so, en die familie is so. Maar al moet hulle ken ek hier, baie van die families en kinders, het nogal verre gaan hulle het hoogpost op beklee. En sê ook die wat ek hier, ga nie oor hoogpost eigenlijk hier, maar ga meer oor reiskapies, baie van die, vooral soos ons school ook,
by Sabra. Die skool het wel een paar tekens gekry, onder juffrou Plessis ook, die, wat so pas uitgetreed word. Maar baie, as ek nou terugdink aan die skoolse leders ook, het baie van hulle pastore geraak, predikante geraak, mense met die visie, en mense ook met die passie, om hulle gemeenskap te verbeter. En vir hulle moet jy baie dankie sê, baie keer, en baie keer, ek dink die brief wat ons nog het, deze dag het, in ons gemeenskappe, ons soek al die helde, erens, maar ons sien hier ons plaaslike, ons eie helde nodig hier. So ek hoop hierdie stukkie, wat ek al sê het, sal daarom kan help, om van Mossel Bay sy mense te laat lekker voel. Dankie.